Goedemorgen. Welkom in deze dienst opgenomen in de Gertrudiskerk in Workum. Voor de luisteraars en de kijkers thuis ook welkom in deze dienst. We hopen met elkaar een goed uur, een goede dienst te beleven. En we beginnen deze dienst met het openingslied Psalm 66, de versen 1 en 2. Laten we stil worden voor de Heer, onze God. En in die stilte belijden wij dat wij onze hulp verwachten in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En mogen we elkaar groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Heer onze God, ook vandaag komen wij weer naar uw huis met maar een klein aantal mensen. En ook vandaag zijn wij weer verbonden met mensen thuis, die meeluisteren en meekijken, hier in Workum en het Heidenskip en in Paraga Hierslum, Tjerkwe Dedjem en Exmorra Allengawier en misschien nog wel op meer plaatsen. En zo zijn we verbonden met elkaar. Zo samen zijn wij uw gemeente, Heer, en roepen wij u aan om mensen die verlangen naar vrijheid, om mensen die vechten voor hun land, voor hun rechten, om bloed dat vloeit, om tegengestelde belangen, om het kwaad dat gesproken wordt, om mensen die ontmenselijkt worden. Wij roepen u aan
om mensen die verlangen naar vrijheid, om mensen die het gevoel hebben geleefd te worden, die geen keus hebben om te doen wat zij belangrijk vinden, die zich een gevangene voelen van de maatschappij waarin zij leven, van omstandigheden, van relaties. Wij roepen u aan om mensen die verlangen naar vrijheid, die gevangen zitten in zichzelf en niet los kunnen komen van hun trauma's, van hun spanningen en hun angst, die geen mogelijkheden meer zien of zo diep in de put zitten dat het licht hen niet kan bereiken. Zo bidden wij, Heer, om uw geest van vrijheid, die ons verlost van de krampachtigheid, die onze harten opent voor nieuwe wegen, die ons in de ruimte stelt van uw adem, die ons vernieuwt en bemoedigt. Heer, inspireer ons wanneer we lezen in uw woord en leer ons daardoor het leven met nieuwe ogen te bekijken, open, nieuwsgierig, op zoek naar sporen van uw goedheid en het verlangen aansporen naar vrijheid en liefde. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. Ik heb wat meegenomen. Een Nederlandse vlag. Nog niet zo lang geleden, maandag, hadden heel veel mensen deze vlag buiten hangen, omdat het Koningsdag was. En dat was geen feest zoals anders, met vrijmarkten en festivals. We bleven thuis. Zelfs onze jarige koning bleef binnen, samen met zijn gezin. En we waren er getuige van dat zijn moeder hem feliciteerde door middel van beeldbellen. En ondanks dat thuisblijven ging er toch bij heel veel mensen de vlag uit. En ik verbeeldde mij dat het er meer waren dan andere jaren. En wel heel bijzonder dit jaar dat er in vrijwel elke buurt het Wilhelmus werd gespeeld door leden van het korps. En morgenavond en overmorgen dan zullen de vlaggen weer aan de huizen hangen. Dan vieren we dat we bevrijd zijn, omdat we al 75 jaar wonen in een vrij land. Het is fijn om in een vrij land te wonen, dat er geen soldaten door de straten lopen en dat we niet bang hoeven te zijn om te worden opgepakt. Pakes en Beppes kunnen misschien nog wel vertellen over hoe het leven toen was, want dat mogen we niet vergeten. Vrijheid is niet te zien, niet los te zien van de weg ernaartoe. En daarom wordt morgenavond, daarom is het ook zo belangrijk om morgenavond op 4 mei de vlag eerst half stok te hangen. Dan denken we aan al diegenen die in deze en in andere oorlogen zijn gestorven. Pas daarna kunnen we vieren dat we bevrijd zijn, omdat mensen het hebben volgehouden, door niet alleen om zichzelf te denken, maar elkaar ook te helpen. En daarnaast bleven ze bidden en vertrouwen dat er eens een tijd zou komen dat het vrede zou zijn. Dat de vlag weer aan de stok kon hangen, aan de mast. De eerste lezing van vandaag gaat ook over een strijd. Het volk van God wordt in de woestijn aangevallen door een vijand. We lezen Exodus 17, de versen 8 tot en met 16. De strijd tegen Amalek. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde.
En Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aaron en Gur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Gur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven, totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heer is mijn banier. Hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. We zingen lied 23c, de versen 1, 2 en 3 in het Friesk, Mien hoeder is de Heer, mien God. De tweede lezing is uit Johannes 10, vers 1 tot 10. De goede herder staat daarboven. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hen weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur.
Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven, in al zijn volheid. Tot zover de lezingen van vandaag. Gelukkig zij die het horen en het bewaren. We zingen nu lied 653, het zesde couplet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier en thuis. Dinsdag vieren we dat Nederland werd bevrijd. 75 jaar vrede en vrijheid. En dat mag nooit vanzelfsprekend worden. Want zoals in elke oorlog is er een harde en wrede strijd voor gestreden. Er zijn grote offers gebracht. In het verhaal dat we vandaag hebben gelezen van de strijd tegen Amalek, wordt over die strijd met geen woord gesproken. Het gaat vandaag vooral over die andere strijd die boven op de heuvel wordt gevoerd. Die wordt gevoerd waar Mozes staat, met zijn staf ten hemel geheven. Van de strijd beneden in het dal kunnen we alleen vermoeden dat deze heel zwaar is geweest en dat Israël eigenlijk de zwakste was in dit gevecht. Want Amalek, dat was niet de eerste de beste. Het was een Bedouïnenvolk, gewend om te overleven in de woestijn. En in Deuteronomium 25 lezen we hoe ze daarbij te werk zijn gegaan. Amalek viel de achterhoede aan en sneed hen af van de rest van die lange sliert mensen, van Israëlieten die onderweg waren door de woestijn. De achterhoede, die vielen ze aan. En in die achterhoede, daar lopen mensen die niet zo snel vooruit kunnen komen. Daar lopen de ouderen en de zieken. Daar lopen de moeders met kinderen. En wie de achterhoede aanvalt, daar zal iedereen het mee eens zijn. Dat is laf. Dat is een laffe daad. Dat doe je niet bij een volk dat al verzwakt is door het gebrek aan voedsel en water. Amalek is dan ook niet alleen de naam van een volk. Amalek staat symbool voor lafheid, voor wreedheid, voor geweld waarbij men het gemunt heeft op de zwakken. Amalek is als de dieven en de rovers in het evangelie, die de schaapskooi niet binnengaan door de deur, maar die over de muren heen klimmen. Die alleen komen om te vernietigen, om er zelf beter van te worden. Amalek gaat in tegen wat er staat in de Torah. Gaat in tegen God. Immers, over God wordt verteld dat hij juist de voorliefde heeft voor wie onder ligt, voor wie niet mee kan komen.
Hij ontfermt zich als een goede herder over wie geen helper heeft. Amalek staat voor alles wat ingaat tegen medemenselijkheid, zoals het fascisme ten tijde van de oorlog. En ook in onze tijd voor discriminatie en ongelijkheid. Voor individualisme en hebzucht. En ga zo maar door. Bij al deze machten zien we dat het ten koste gaat van de zwakkeren in onze samenleving. Er worden mensen buitengesloten. En dat moet worden bestreden. Dat zegt God ons. Niet voor niets zijn er zoveel wetten en regels in de Torah die gaan over hoe de mensen met elkaar moeten omgaan. Hoe we moeten samenleven. Vandaag ligt de focus op wat er boven op de heuvel gebeurt. Terwijl Jozua en zijn mannen strijden in het dal, beklimt Mozes de heuvel en levert daar zijn eigen gevecht. In zijn handen heeft hij de staf, die hier met nadruk de staf van God wordt genoemd. Deze staf maakte eerder een weg door de zee. Met deze staf sloeg hij water uit de rots. Deze staf is de staf die leven schept, midden in de dreiging van de dood. De staf is het symbool van de redding, van bevrijding. Die staf houdt Mozes omhoog, naar de hemel, als een banier, als een belijdenis, een motie van vertrouwen op de goede afloop. Vertrouwen in de Heere God, dat Hij hen zal bijstaan. Vertrouwen en hoop, ondanks alles wat zich daar beneden afspeelt. Met beide handen houdt Mozes die staf omhoog, in een houding van gebed. Maar is dat vol te houden? Houdt Mozes dat vol tot het einde toe, die houding, dat vertrouwen? Dat is de vraag waar het ten diepste om gaat. Niet de dreiging van Amalek is doorslaggevend, maar die innerlijke houding van vertrouwen. Dit vertrouwen van Mozes, waarin het wel gaat om het hele volk daar beneden. Het gaat niet alleen om hemzelf. En zolang Mozes op de heuvel zijn staf omhoog houdt, gericht naar de hemel, zolang gaat het goed. Maar als Mozes de staf laat zakken, omdat zijn armen moe worden, dan is Israël aan de verliezende hand. Aaron en Gur staan hem bij. Zij ondersteunen zijn geheven armen, de ene aan de ene kant, de andere aan de andere kant. Ze steunen hem om te blijven vertrouwen, om te blijven geloven in een goede afloop. Om te blijven geloven dat het goed komt. Blijkbaar heb je daar anderen voor nodig. Dat kun je niet in je eentje. Alleen houd je dat niet vol. Zelfs Mozes kon dat niet. Hoe is dat in ons eigen leven, als Amalek ons leven raakt? Waar je je als mens zwak voelt, in de rug aangevallen, afgesneden van het goede leven. Als je te maken krijgt met tegenslag of teleurstelling. Met een verlies dat je intens verdrietig stemt. Een ziekte die overmachtig is en je leven grondig verandert. Die zelfs de hele samenleving ontwricht. Dan is het van levensbelang dat er mensen zijn die zich niet van de wijs laten brengen. Die met elkaar het geloof vasthouden dat het anders kan, dat het anders moet. Aan de ene kant zijn er mensen nodig die net zoals Jozua de strijd aangaan om levens te redden. Op de IC's en de COVID-afdelingen, in de verpleeghuizen, in de thuiszorg. Zij zijn de strijders tegen de onzichtbare vijand van deze tijd.
En aan de andere kant de samenleving, die er met elkaar voor zorgt dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Die zorgt, ook met de beperkingen, dat het leven leefbaar blijft. Met de zorg voor de eerste levensbehoeften, maar ook met de zorg voor elkaar. Met de zorg voor hoe het later verder moet. Hebben we er iets van geleerd? Is er oog voor de zwakkeren? Kan iedereen dan meekomen? Is er oog voor de schepping die nu juist opademt, nu wij thuis moeten blijven? En in die samenleving ligt ook zeker een taak voor de gemeente van Christus. Een biddende gemeente. In de liturgie, het vieren in de kerken, dat ook in deze tijd doorgaat. Dat vieren met elkaar, die liturgie, dat heeft iets van een staf die wij omhoog houden. De liturgie herinnert ons en God zelf aan zijn grote daden, door de eeuwen heen. Aan zijn schepping die goed was. De liturgie herinnert ons aan Jezus, de nieuwe Jozua. In het Hebreeuws is het dezelfde naam, Yeshua. Tijdens zijn leven streed Jezus tegen onrecht. Kwam hij op voor de zwakken. Hij was de verpersoonlijking van de Torah. Zijn strijd ging door de diepte van lijden en sterven. Maar juist door deze strijd was er toekomst en werd het Pasen, kwam er een nieuwe morgen. Jezus wijst ons de weg naar de ware vrede. Vrede voor iedereen, zonder uitsluiting. Hij is de deur naar de echte vrijheid. Nog even terug naar Mozes op de berg en naar de twee mannen die hem ondersteunen. Want geloven doe je niet alleen. Bidden, dat doe je ten diepste samen. Samen met hen hield Mozes het vol. Laten ook wij met elkaar de armen geheven houden. Blijven bidden, blijven vertrouwen, ondanks alles. Om niet alleen te bidden voor de strijd tegen het virus, maar ook te knokken voor een leven met doel en zin. Om een houding die de hoop voedt dat het anders kan en dat het anders zal. Laten we elkaar daarbij ondersteunen door mee te strijden voor gerechtigheid, door mee te bidden om bevrijding, om vrede. Door voor iemand anders te bidden, als hij of zij het zelf niet meer kan. Bidden, met een lange adem, daar zijn we ook gemeente voor. En twee of drie zijn al genoeg. Amen. We luisteren nu naar meditatieve muziek, Land of Hope and Glory.
Er is vandaag een rouwbericht en net als anders horen we dat hier in de kerk staande aan. U kunt dat thuis ook doen. Op 25 april is overleden ons gemeentelid Teunis de Vries in de leeftijd van 78 jaar. Op de rouwkaart staat: met veel verdriet delen wij u mede dat na een intens en bewogen leven, zo kort na uw mem, is overleden uw leven, huid en paken. Boven deze aankondiging staat een gebed. Heere God, wil mij bevrijden van mijn angst en van mijn lijden. De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 1 mei in deze kerk. En dat was in beperkte familiekring, in verband met de huidige contactbeperkende omstandigheden. In de voorbeden zullen we bidden voor wie nabestaan, zijn kinderen en kleinkinderen. We zijn nu een moment stil om Teunis de Vries te gedenken. Je bent je weggegaan, in wind en tegenwind, in licht en donker, in voor- en tegenspoed. En toch, God droeg je in de palm van zijn hand. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Jesaja 49, vers 16. Tijdens het spelen van Psalm 139 zal de steen met de naam en met de data van geboorte en overlijden van Teunis de Vries naar de gedachtenishoek worden gebracht. Laat ons danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor de vrijheid waarin we mogen leven, voor de schoonheid van de natuur die ons omgeeft, voor de adem die ons tot leven wekt, voor de mensen om ons heen met wie wij samen mogen leven. Wij danken u voor uw hand die gij uitstrekt over deze wereld. Voor uw hand die zegent en kracht geeft, die al zo vaak mensen omhoog heeft getild, mensen aan elkaar teruggegeven. Wij danken u voor uw hand die streng kan zijn, die wil tegenhouden wie het kwade zoekt, die de weerstand kent van valse overmacht, van onmenselijk geweld. Ook vandaag bidden wij, Heer, voor de wereld waarin wij wonen, voor de mensen die op de proef worden gesteld,
die leven in onvrijheid, te midden van hun vijanden en bedreigd worden door geweld. Voor jongeren die bezig zijn met hun studie en voor de impact die deze crisis op hen heeft. Voor gezinnen waar spanningen oplopen omdat thuis moet worden gewerkt en geleerd of waar het financieel tegenzit. Voor ondernemers die niet weten of hun bedrijf het gaat redden nu er momenteel geen inkomsten zijn, maar de kosten wel doorgaan. Voor de regering van ons land en voor wereldleiders, om wijsheid omtrent te nemen maatregelen. Voor mensen werkzaam in de zorg, voor mensen werkzaam in alle vitale voorzieningen, voor degenen die proberen een medicijn te ontwikkelen dat corona tegengaat. In onze eigen gemeentes danken wij u dat we in deze vreemde tijd toch gemeente kunnen zijn. Dat er steeds weer mensen zijn die zich hier met elkaar voor willen inzetten. We danken ook voor de mooie dingen die er steeds weer zijn. Zo danken wij u deze week met de familie Reitsma Terpstra dat zij de komende week hun 60-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. En we bidden voor wie het ook moeilijk heeft, voor degenen die rouw dragen. In het bijzonder noemen wij vandaag de familie De Vries, die deze week hun huid en paken moesten missen. We bidden ook voor degenen die ziek zijn en zware behandelingen moeten ondergaan. Voor wie moet wachten op een uitslag, voor mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen en degene die nu niet bij hen op bezoek kunnen gaan. Voor een ieder die het moeilijk heeft, bidden wij om troost en nabijheid, om heelheid en indien mogelijk genezing. Trouwe God, zo bidden wij, leer ons met vreugde uw goede gaven te ontvangen. Leer ons omgaan met de ruimte die u ons schenkt, dat we leven in vertrouwen, in uw naam, ons leven in uw handen, onze handen tekens van uw leven. In stilte leggen wij u voor wat er leeft in ons hart. Samen bidden wij het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, in de hemel zoals ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Normaal is er op dit moment een collecte. Dat kan u natuurlijk niet, omdat u allemaal thuis zit. Maar u kunt natuurlijk wel meegeven voor de kerk, om de kerk in stand te houden en ook voor de diaconie. De diaconie heeft aangegeven dat de giften die deze week binnenkomen, dat die zullen gaan naar de wilde ganzen. De bankgironummers die staan in kerknieuws en ook, die komen ook in beeld, maar die staan in kerknieuws in de kerkbladen. Van harte aanbevolen.
Ouderling Diet Westra zal nu een gedicht voorlezen, Het Lied van de Vrijheid. Lied van de Vrijheid van René van Loenen. Dit lied gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid in de ogen van Dietrich Bonhoeffer. Verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid. Lied van de Vrijheid. Een godsgeschenk ons in de hand gelegd is vrijheid. Kostbaar saaigoed, maar geen recht. Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven, zo vindt het zaad de ruimte van het leven. Want vrijheid is geen wildernis, geen vrijplaats voor geweld, maar zaad en woord, gezaaid, gehoord, een vruchtbaar open veld. Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid, niet aan een leider, macht of majesteit, maar aan de bron, het hart van ons geweten, de stem van God, de moeder van het leven. In vrijheid klinkt een lied dat zingt van wederzijds respect. Voor wie je bent, gezien, gekend als vrouw, als man, als mens. We zingen nu een lied 1014, Geef vrede door van hand tot hand. Thank you.
Ook deze dienst sluiten we af met een zegenbede. De levende zal voor je zijn om de weg naar vrijheid te wijzen. De levende zal achter je zijn om je rug te sterken, zodat je rechtop zult gaan. De levende zal naast je zijn, als een vriend, een vriendin aan je zijde. De levende zal om je zijn, als een haag van bescherming. De levende zal in je zijn en je voeden met erbarmen. Zo zegenen ons de levende. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nog het Wilhelmus lied 708, de versen 1 en 6.